Wij zijn hier in Woudenberg en eigenlijk in Utrecht-Oost met nog wat andere boeren gaan kijken hoe we beter kunnen inspelen op de klimaatverandering. Nou, wij hebben hier een aantal jaren geleden een pilot gedraaid met stuwen in de sloten. Omdat we langere droge periodes tegenwoordig hebben, willen we daar eigenlijk invloed op kunnen uitoefenen door het water langer vast te houden. Die stuwen, die kun je opzetten en kun je het water in de sloten omhoog brengen. En daardoor hebben we gemerkt, dat hebben we ook gemeten in de grond met pijlbuizen, dat het grondwaterpeil 10 tot 15 centimeter hoger kwam te staan dan zonder die stuwtjes. En nou ja, daarmee konden de betrokken veehouders in ieder geval het moment van beregenen uitstellen. We hebben stuwen gemaakt in de sloten, we hebben een leiding aangelegd, we hebben pompen aangeschaft om het water te kunnen verpompen. En dat hebben we ook weer zo gemaakt dat we het met zonnepanelen die pompen kunnen aansturen. Het zijn elektrische pompen. Het plan wat er nu nog ligt is dat we uit gaan breiden met sensoren. Dat we ook beter kunnen monitoren de vochthuishouding in de bovenste laag. Daarmee kunnen we ook gerichter aan de bovenkant water geven door middel van beregening. En er komen natuurlijk nogal wat bijeenkomsten om dat ook te delen met andere boeren en agrariërs. Hier hebben niet alleen de boeren profijt van, maar zeker ook de natuur. Vanuit de Utrechtse Heuvelrug komt water hier weer naar boven in het agrarisch gebied. Als het ons lukt om het water hier beter vast te houden en het waterpeil hier omhoog te krijgen, zal de Utrechtse Heuvelrug daar ook van profiteren.